Hey Johan, heb jij nou die Kamerkotsie al op je telefoon staan van Arjen Lubach, die gisteravond gelanceerd is, waarbij je dus partijvoorzitters kun je dan zoals het ware onderhouden, die moet je gewoon goed verzorgen. Partijvoorzitters? Ja, nou, dan kan je dus, je moet het, je downloadt... Ja, maar ik hoor steeds die Lubach, maar ik heb geen tijd om naar die Lubach te kijken. Dat is best leuk, maar Kamerkotsie is dan een manier waarop je, net als vroeger met dat poppetje, kun je nu dus een Kamerlid kun je dan onderzoeken of onderhouden. En als je het niet goed doet, dan gaat hij dood, dit Kamerlid. Maar nou heeft iemand Sylvana Simons gekregen. Kijk, en die krijgt dan als volgende: Sylvana heeft honger, geef haar het hart van Johan Derksen. Ja, dat moet niet gekker worden, zeg. Wat vind je daarvan? Het wordt steeds gekker, hè? Ik heb gisteren een uur naar Boer Zoekt Vrouw zitten kijken. Echt waar? Ja. En? Ik weet niet wat ik zag. Goed? Nou ja, gewoon een gozer die zegt, dan komt er een vrouw binnen en zegt... Ja, maar een hele mooie brief, meneer, jij, hoor. Je was heel open in de brief. En ik heb heel veel van je leren kennen, joh. En dan gaat weer weg. En dan komt er een tweede en dan zegt hij... Ik heb je een hele open brief geschreven, jij, man. Ik denk, waar zit ik nou toch uit te kijken, zeg? Maar met mij nog 3,7. Ja. Naar niks. Ja. Nee, maar ik kan er niet naar kijken. Jawel, joh, doen. Ik had hem, hij stond op 1. Ja. Want ik kijk altijd naar Floortje Dessen. Ja, ja. Dat vind ik fantastisch. Maar toen kreeg ik nog een klein stukje van die onzin mee. Maar ik vind dat zo gênant, die gesprekjes. Ja, die zijn heel zo'n gênant. Boer, die weet niet wat hij moet zeggen. Zo'n vrouwtje. Kijk, voor... Hans noemt het vaak, maar het zijn dus echt gewoon boerenlullen, hè? Ja. Het zijn boeren, maar het zijn ook boerenlullen gewoon nu. Zeker met die trui. Met die brieven. Ja. Maar jij vindt het leuk om naar te kijken? Of zeg je ja, nou, ja, heel nee, mooi op een brief. Ik vind het echt gênant. Ik begrijp niet dat er vrouwen bestaan nee, die zo wanhopig zijn dat ze in het openbaar dit zo gaan doen. Want je geeft jezelf weg, hè? En over jouw rug word je geëxploiteerd door de KRO, hè? En de hele meute, als het niveauloos is, dan kijken ze. Dat weten wij van ons programma. Ja. Maar die ene boer heeft dus nog nooit iets gedaan, nee, hè? Je had nog nooit wat... Die heeft nog nooit met een vrouw... Ja, nee. Stuurt daar lekker Patricia Paai op af, man. Ja, man! Dan weet je wel gelijk van de hoeken erop, hè? Ja, lekker toch? Ja, kom op, man. Nee, maar dat was nog, die was maag nog, inderdaad. Ja, dat was, maar hij was wel een prater. Maar ja, het is,